bij deze nieuwe video aan Bolstar. Wij gaan nu naar de markt. We gaan zo naar Sinterklaas gaan kijken. Ik ga jullie weer zo lekker vorig jaar meegeven met Zwarte Piet, met Roet Piet. Ja, hoe dat je het ook mag noemen. Meegeven. Zodat je toch wel... dat we wat leuke beelden kunnen schieten natuurlijk. Dat is ook wel heel leuk. Dus ik ga je dan gewoon daaraan geven. Dat is ook altijd wel heel leuk natuurlijk. Dus we gaan door naar de koekenmarkt. Dat ik altijd zei, de koekenmarkt. Die naam, ja, die is ooit gegeven omdat er toen veel... Ik kon daar heel veel kopen eigenlijk van koeken, dit en dat. Ik kon zelfs vroeger pannenkoek krijgen, nu niet meer, dus het wafels. Dus wij gaan zelfs dan door. Kijk, zo'n mooi plaatje. En ook de lucht is zo mooi vandaag. Ik kan uren kijken naar de lucht. Dus daar had een kiekenkraam, denk ik. Aangezien dat het op deze kieken staat. Het op deze kiekers. Dus... We gaan richting de markt. Een beetje uitadem. We gaan doorwandelen. Volgens mij een kiekenkraam. Dit is een ijsjeskraam. Het is een ijsjeskraam. Ah, dat is een springkasteel dat erachter staat. Een kiekenzand waarschijnlijk. Of ridders. Wat dan ook. Of unicorns kan ook. Ja. Ik zeg alleen wat ik zie. Hè. Ik zie normaal. Ah, ik zeg alleen wat ik zie. Het is een kermis en zo. Kijk, dit is te zien. Wij gaan eens een keertje het spoor. Dat zien wij. Allemaal springkastelen. Heel veel. We gaan hier even oversteken. Eens kijken. Allemaal springkastelen en zo. De markt. Heel veel leuke dingen om te doen. Heel veel snackjes. Daar heb je ook wat wafels. De springkastelen. Dat kan je even beter vasthouden. Met anders dan lukt dat niet. Dat is allemaal te zien. Superveel. Podium. De nachtwacht. Hallo. Goedendag. Dag. Ik ben Snoepjes Piet. Hallo. En alle niet gekomen zijn, proficiat. Maar Snoepjespiet was niet al eerst. Wij kunnen iets keikoels. Die doet dat zo via zo'n camera, hè? Kom eens, we kunnen iets cools, hè? We kunnen toch een dansje? Ja. Maar daar hou ik niet van. Danspiet heeft ons geleerd. Kom. Blijf staan, hè. Dan ben je voeten op de grond. Snoep nu in je eigen hand. Maak een snoepje die met je kant. Heel de dag door, hè. Oh my. Daar word je toch gewoon misselijk van. Groente. Snoepjespiet, broccoli. Kijk, en dan heb je hier ook nog allemaal kraampjes. En die gaan repeteren. Met Autisme Piet en wij zijn helemaal straks op de markt en straks komt Sinterklaas en dan gaan wij een groot feest geven en dat is super leuk natuurlijk, hè. Dus ik kijk er helemaal uit om te dansen, te zingen, te springen, eigenlijk alles wat dat ik leuk vind. Dus begin maar te oefenen. Kom maar eens kijken wat ik in schoentje vind. Hoe ziek is, komt de stoomboot en dan op 6 december kom ik lekker een lekkernijtje brengen. Dus ik kom er zeker en vast af. Zo is er nog steeds te wachten. Sinterklaas is hier ook ergens. En dan gaan we straks zingen. Ik ben echt klaar om te zingen, te springen. En om zeker op 6 december alle schoentjes te vullen voor alle kindjes.
Ja, dus ik ben er helemaal kapot aan. Ik heb goed om te zingen. Dit jaar heb ik een nieuw pak gekregen. Een nieuw pak van Naipiet. En ik vind het wel heel mooi. En heel cool ook wel. Want ik heb een maatje kleiner. En ik heb zo'n mooie pluimeltjes. Ik ben bevorderd. Dus ik ben wel blij. Dit is een leuke video. Zeg het boven niet abonneren. En morgen zijn we misschien met een gloednieuwe video. Het was heel leuk. Het was ook heel druk om heel veel films te maken. Maar het was gewoon leuk de intocht eigenlijk. Om Sinterklaas te kunnen ontmoeten. Het was ook leuk dat Autisme Piet ook een stukje wilde filmen. En ik hoop dat je ervan genoten hebt.